Hallo iedereen en welkom bij alweer een nieuwe review van Rennie's Bierblog. En vandaag doen we weer een biertje van brouwerij Café De Beiert uit Breda. Wat grappig, dat ben ik inmiddels over 2 maanden geleden volgens mij dat ik weer ben gestart met dit bierblog. Deed ik er ook een bier van, een zwart bier wat me heel goed beviel. Dit keer gaan we voor de speciaal triple. Komt met 8% en dient gedronken te worden rond de 7 graden. Waar ik hem nou ook rond heb zitten. Ik ben benieuwd hoe kruidig of juist fruitig dit bier gaat worden. Of die mooi in balans is of niet. En dat soort dingen. Ik heb hem wel een keer op, maar dat is een tijd geleden. Dus daar weet ik niet zo heel veel meer van. Ik heb hem ook niet op een depth gezet of zo. Dus ik ben benieuwd wat ik ervan ga vinden. Ik schenk altijd het gist mee, dat doet niet iedereen, daar moet je van houden, maar voor mij geeft het bier altijd wat meer, een meer complexe smaak eigenlijk. Ja, wat vollere smaak, wat romiger eigenlijk. 2 vingers schuim, daarbij komt trouwens ook nog dat gist heel gezond is en veel vitamine B bevat, dus dat is allemaal mooi meegenomen. De aroma's zijn... Hij heeft niet heel veel aroma, moet ik zeggen. Het is vooral mout wat naar boven komt. Ja, vooral mout. Misschien een klein beetje fruitig, maar dat haal ik er moeilijk uit. In ieder geval niet kruidig. Ik haal de kruiden uit de aroma's niet uit. Dus ik hoop dat ze in de smaak wel terugkomen. Cheers! De smaak is gelukkig wel een stukje kruidiger. Ik proef ook sinaasappel. Ja, een beetje de kant van sinaasappel op. Weinig koolzuur trouwens. Ja, eigenlijk vooral... komt die sinaasappel eigenlijk heel erg door. Hij is ook licht kruidig, licht zoet, gelukkig niet te zoet. Hij is niet bitter. Nee, hij is eigenlijk totaal niet bitter. Hij is in ieder geval mooi in balans, maar er is ook tegelijkertijd niet echt iets wat er echt uitspringt in de smaak. Toch wel een klein bittertje naar afdronk, maar eigenlijk niet zo bitter. Hij had wat mij betreft wel iets meer uitgesproken te mogen zijn eigenlijk. Het is geen vieze trippel, zeker niet, zeker niet. Het is wel, het doet wat het moet doen, maar ik had op iets meer gehoopt eigenlijk. Eigenlijk wel. Maar goed, we gaan door naar het eindcijfer. Ik geef dit bier van brouwerij De Beiert een... 6 Niet bijzonder. Ik denk dat 6 op een schaal van 10 een mooi cijfer is voor het bier. Een eerlijk cijfer. Het is geen verkeerde trippel, nogmaals. Maar ik heb zeker te weten beter op. En het is niet, nee, ik vind het niet hun beste bier. Ik vind een zwart bier sowieso beter. Sowieso beter. Maar goed, laat me vooral weten wat jij van het bier vindt. Of je er nieuwsgierig naar bent, of ik meer moet reviewen van De Beiert. En als je dan toch bezig bent, geef even een duimpje omhoog. En word gezellig abonnee als je wilt. Dat is altijd leuk. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe review van Rennie's Bierblog. Op de gezondheid.